105.1, de radio voor alles en iedereen. Erik Klaarhout, toch een naam dat klinkt in Deinze en ver buiten Deinze. Ja, een icoon bijna. Goedemorgen, meneer Klaarhout. Ik ga eventjes de micro een klein beetje dichter zetten. En ook mag ik wel zeggen, uw rechterhand bijna in de firma, zeker, hè, mag ik ook zeggen, is er komen bij zitten, Injas Maanhout. De tentoonstelling is gestart, is al geopend. Ik heb de eer gehad om er zelf bij te zijn bij de voorstelling van de tentoonstelling. En ik moet zeggen, dit was wel indrukwekkend. Het is lang geleden dat ik zo'n indrukwekkende tentoonstelling gezien heb. Een echte aanrader voor iedereen. Maar we gaan toch eventjes terug in de tijd gaan. Hoe is het eigenlijk voor jou gestart? Want als fotograaf, de fotografie van toen tegenover de fotografie van nu is helemaal niet meer hetzelfde. Dat denk ik toch. Of heb ik het verkeerd voor? Die is helemaal gewijzigd. We zijn overgeschakeld van de analoge naar de digitale fotografie. In andere woorden, een totaal andere wereld. Mm-hmm. Wanneer je me de vraag stelt, wanneer is het bij u gestart? Dat zou ik moeten beantwoorden in feite na mijn studies. Ik heb vele richtingen studies gedaan, tot op het ogenblik dat vader mij vroeg, vader Abel, wel Erik, wat gaat er nu doen? En dan heb ik beslist fotograaf te worden. Maar fotograaf zal het in helemaal niet de klassieke richting van portretjes trekken, zoals in Deinze zeggen. Uh-huh. Maar gewoon ook de industrie, de kunstzinnige portretfotografie en gaan ze maar verder door. Om u een idee te geven wat die portretten van prominenten betreft, heb ik er toch zo'n 270. Bels dus vooral mensen uit de kunstwereld, magistratuur, gaan ze maar verder door. Uh-huh. Bepaald ogenblik, na de oorlog, verhuist vader naar Gent. Ik word de soldaat in het Lobos-kazerne. Ik kom gelukkig terug. Vader verhuist terug naar Deinze. Ik blijf in Gent. En daar start in feite mijn specifieke loopbaan. Spreek dus 1950. Een loopbaan, je hebt het mee geërfd, want we mogen toch wel zeggen, de hele fotografengeslacht Klaarhout is toch al 120 jaar. Wanneer je spreekt over de fotografie Klaarhout, dan moeten we beginnen met mijn grootoom, Henri Speekaart, die in Deinze 1895 met de fotografie is gestart. Op de locatie Neerleien. In de volksmond De Nent. Het Congoplein. Het Congoplein, ja. Daar is het allemaal gestart. Van het Congoplein is het dan verhuisd naar de Tolpoortstraat. 72. Dan moet de vroegere locatie geweest zijn ook van de Generale Bank, zoals de generaal. Uh-huh. Grootoom, Henri Speekaart, avonturier, besluit in 1900 om met zijn ouders te verhuizen naar Brussel. Het grote Brussel. Uh-huh. Grootvader Gustav Klaarhout en Henri Speekaart waren beide zeer dikke vrienden in de koninklijke maatschappij Sint-Cecilia. Van het een komt het ander. Henri Speekaart had een zus, Emma, die meteen ook uiteraard Gustav kende. Gevolg: Henri Speekaart vertrekt naar Brussel. Hij leert de stijl van Henri Speekaart en hij blijft in Deinze. Ook in het nummer 72. In Brussel bouwt Henri Speekaart zijn zaak uit, vooral in de richting van de portretfotografie. Hij vestigt zich uit van de Rue van Dijk, verhuist hij naar de Chaussée de Charleroi. Hij heeft er een viertal adressen gekend. Met zijn ouders. Van daaruit zien we het dan evolueren tot hij in 1930 de aanvraag krijgt van het Koninklijk Paleis om koning Albert I te portretteren.
Dat gebeurt. Koning Albert verongelukt in 34. Marsch-les-Dames. We zijn een stapje te ver gesprongen nu. Moeten we terug naar Deinze. Bij Gustav Klaarhout. Mijn grootvader. Mijn vader wil starten, leert de stil bij zijn vader, bij Gustav. En hij wil dan ook zijn zaak starten in Deinze, uitgesloten. Twee Klaarhouts in hetzelfde Deinze, dat kan niet. Door de bindingen met kunstschilder Albert Saverijs in Oudenaarde, komt er sprake dat de zaak in Oudenaarde van de zaak, naam snap mij. Vader vertrekt naar Oudenaarde om daar een studio op te richten op de Krekelput. Krekelput is gewoon een woonst die staat op de grondwesten van een oude watermolen. Vader start er zijn zaak, daar word ik geboren. De tijd verloopt, wij spreken 1932. Vulgarisatie van de fotografie. Grootvader in Deinze besluit, samen met vader, om een woonst op te richten in de Guido Gezellenlaan, toen 145, nu 121 geworden. En zo besluit grootvader Gustav Klaarhout de amateurfotografie tot zich te trekken, de vulgarisatie. Vader komt naar Deinze en start daar ook dan zijn beroepsfotografie, industrie, portret. Industrie, denken we onmiddellijk aan de zaak Torque, Suplex, Pericles. De grotere zaken zal vader met zijn vader samenwerken en de zaken uitbreiden. Wat de woont betreft in de Guido Gezellenlaan heeft veel gelijkenissen met de woont van Jules Boulet, ook kunstschilder in Oudenaarde, vandaar die gelijkenissen. De architect van de woont van Jules Boulet was de gekende architect Guus de Smet. Natuurlijk niet de kunstschilder, Guus de Smet. Hij was prof-ingenieur aan de Universiteit van Gent. De woonst op de Krekelput wordt uitgebreid aan beide zijden door Guus de Smet. Wij wonen voorlopig direct tegenover. Na verloop van een klein jaar is de zaak afgerond en gaan wij wonen op de Krekelput, op de watermolen. Getuige daarvan is nog altijd dat aan de kleine brug die naar de straat liep, er altijd een koord aan gevestigd was met een emmer om onze speelbal uit het water te grijpen. De tentoonstelling loopt nog tot 21 april. Dit wil ik nu al meegeven in het Museum Deinze en Leijenstreek. Maar bij ons, Ignaz Manhout, met natuurlijk toch een van de boegbeelden, is Erik Klaarhout. Ik mag niet zeggen pionier, want daarvoor moeten we verder terug in de tijd. En ik had daarom toch daarnet een bedenking toen ik jou hoorde vertellen over Henri Speekaert. De man die eigenlijk gestart is in het geslacht van de familie Klaarhout. Prachtig, in het jaar 1895 moet dat geweest zijn. In Deinze aan het Congoplein neerleien, zoals het vroeger heette. Maar hoe moeten wij ons dit voorstellen als mensen in het jaar anno 2013, het leven 1895 en het beroep van fotograaf? Hierop moet ik onmiddellijk reageren op het feit dat Henri Speekaert les volgde aan de Nijverheidsschool in Gent. Vooral scheikunde. Fotografie was gerust. Staafd op scheikunde en tekenkunde. Misschien daar even op, sorry dat ik u onderbreek. Ja, dit scheikunde, dat is wat men dan noemt. Ja, men moest een foto ontwikkelen. Is het daarom dat je zegt, want dat geeft toch iets speciaals in? Nu is het allemaal digitaal. En is dat het groot verschil? Fotografie was echt meer kunst? Of dat druk ik mij nu verkeerd uit? Dat is meer ambachtelijk. Was meer, om het onmiddellijk op te reageren,
fotografie was toen de tijd emulsies gieten op een drager. In 1895 was het er eens op glas. Mm-hmm. Maurice Bekaert werd bij zijn laatste jaar op de Nijverheidsschool gehuldigd om reden dat hij 2 eerste prijzen in de tekenkunst gehaald had. En wanneer we spreken over tekenkunst, dan merken wij op vele van de foto's toch op de rugzijde niet fotografie, maar tekenkundige. Ook mijn vader, wanneer hij zich liet inschrijven op de academie in Deinze, staat ingeschreven als tekenkundige. Wanneer Henri Speekaert de Nijverheidsschool verliet, werd hij in het station van Deinze door de fanfare Sint-Cecilia met de grote tamtam afgehaald en was de stoet gevormd tot op de markt, tot aan het Congoplein zijn woonst. Alle vlaggen waren uitgestoken, de lichten brandden en dan vertelt men dat de toekomstige burgemeester Galens van Deinze de toespraak hield met het gezegde: laten we hopen dat we hier in Deinze naast de vroegere Karel Piquet een tweede Karel Piquet krijgen bij feiten van Henri Speekaert. Schitterend verhaal. Die geschiedenis, dat is ongelooflijk hoe je dit vertelt. Is dat iets wat je altijd heeft geboeid ook? Terug grasduinen in die geschiedenis van jouw familie, van de fotografie, dat je dit allemaal zo perfect weet weer te geven? Uiteraard, want moet ik aan toevoegen dat ik een gegevensverhaal klaarliggen heb, is nog niet voor het daglicht toonbaar, van toch een 280-tal bladzijden, van het volledige levensverloop van de fotografie van de Klaarhouts, daterende vanaf 1900 tot 1960, 1970. Met andere woorden, alles wat vader, moeder, grootvader, grootmoeder mij verteld hebben, vanaf 1900, staat erin neergeschreven. Portretfotografie, dat is iets wat jou natuurlijk nauw aan het hart ligt, hè? Wanneer je portretfotografie uitspreekt, verwijs ik ook graag naar de gekende Deinzenaar Marnix van Gaveren, Fernand Pauls. In het handschrift in jaren 42, in zijn dichtbundel Het Eeuwig Rijk, bestemd voor vader Abel, schrijft het zo mooi neer. Hij brengt een wezen van donker en licht naar schoonste klaarte. En als iemand zich uit, al dus herkent hij zich, wist hij dat hij al zo was. Hij brengt een wereld van verrassingen. Dat is nog niet van Haveren. Onze nieuwsgierigheid gaat ook uit naar Injas Maanhout. Goedemiddag ook, welkom bij ons in de studio. Eerste vraag is, wat is het verband tussen Injas Maanhout en de familie Klaarhout? Ja, op zich is dat ook een lang verhaal. Ik ga het proberen toch een beetje kort te maken. Nu 21 jaar geleden zat ik in het laatste jaar fotografie in Brussel, Narrafi. En ik zocht een stageplaats. En ik ben eigenlijk via een beetje een omweg bij Klaarhout terechtgekomen. Om het even kort te situeren, de vrouw van Pieter Klaarhout, zoon van Erik Klaarhout die hier naast mij zit, heeft nog les gevolgd bij mijn mama. Die licentiaat Romaanse talen is en die dus Frans gegeven heeft aan Nathalie de Coman. En Nathalie was zwanger, lag in het moederhuis, was eigenlijk net bevallen. En mijn moeder was op bezoek gegaan en een beetje gevraagd van hoe is het met de kinderen en hoe is het nog met Injas, want ik ken Nathalie eigenlijk al heel lang, van als ik 16, 17 jaar was of zo.
En mijn moeder zei, ja, Ignace is hier goed en ja, hij studeert fotografie. Maar, zegt Nathalie, Ignace die fotografie studeert, dat zou Pieter Klaarhout wel interesseren. Misschien moet hij gewoon eens bellen en een keer langskomen. En dat was eigenlijk net de periode dat ik op zoek was naar een stageplaats. Dus alles, de puzzelstukjes vielen. Toeval heel, bestaat niet, hè? Nee, het is ongelooflijk. En alles viel eigenlijk mooi in elkaar. En goed, ik heb gebeld naar... Naar Pieter en ben mij gaan voorstellen en ben voorgesteld aan Erik Klaarhout. En ik had wel, ik denk dat het goede gevoel wederzijds was. En ik heb een jaar lang stage gelopen, ongeveer één dag in de week ben ik vader Klaarhout gaan helpen in de studio. Was hij een strenge leraar? Absoluut. Heel, heel streng, maar ook absoluut rechtvaardig, zoals men zegt. Maar het heeft eigenlijk heel snel zeer goed geklikt. En ik heb hem gedurende een jaar één dag in de week geholpen in de studio, maar ook op locatie. En dan goed, nu 20 jaar geleden... 1993 was het, stond ik in Brussel in Vorst met mijn diploma in de hand. En ik wist toen eigenlijk al dat ik mocht beginnen bij Studio Klaarhout, 2 augustus 1993. Maar toen ik in Brussel stond met mijn diploma in de hand, dan voelde ik mij, de wereld lag aan mijn voeten. Ik voelde mij groot, ik was fotograaf en dat klonk alszins toch wel goed zo. Tot ik effectief moest starten in de studio en dan voelde ik mij, je gelooft het nooit als je ons nu naast elkaar ziet, maar ik voelde mij maar zo groot meer. Laten we zeggen, de helft van vader Klaarhout, als ik dat mag zeggen. Het was echt een wereld die voor mij openging en ik had het gevoel dat ik plotseling niks meer kon. Maar dat is eigenlijk vrij snel gegroeid, omdat hij mij heel goed begeleid heeft. Hij was natuurlijk een... Ik ga het heel oneervol zeggen, maar een oude rot in het vak, zoals men zegt. Waarvoor mijn excuses. Maar, en ik heb daar ontzettend snel heel veel geleerd. Uh-huh. Beetje bij beetje heb ik meer en meer werk naar mij toegetrokken. En ja, nu 20 jaar later ben ik nog steeds fotograaf bij Studio Klaarhout, verantwoordelijk voor de beeldcel, want de studio is eigenlijk zodanig geëvolueerd dat Studio Klaarhout nu eigenlijk integraal deel uitmaakt van het communicatiehuis, beter bekend als de Rode Bol langs de R4 in Gent. Maar er is natuurlijk in die 20 jaar heel veel veranderd. Je had het daarnet al aangehaald. Ik stelde, dat is eigenlijk de vraag die ik wou stellen. 20 jaar, de laatste 20 jaar in jouw beroep, ervaar je ook heel veel verandering in het beroep van fotograaf? Je had er net eigenlijk ook al gezegd dat er eigenlijk in wezen niet zoveel veranderd is. Fotografie gaat in de eerste plaats nog altijd om licht, visie, compositie. Fotografie is per definitie schrijven met licht. En dat is het nog altijd. Dus het dat is altijd mooi, geweest. Mooi gezegd, ja. Schrijven met licht. Maar natuurlijk, de digitalisering heeft wel het een en ander teweeggebracht. Nu, men zegt vaak dat de digitale fotografie een ware revolutie is. Voor mij is dat eigenlijk absoluut niet zo. Waarom? Wel, als we het puur fotografisch bekijken, 120 jaar geleden, zoals Erik Klaar het daarnet al aanhaalde, dan gebruikte men glasplaten met daar een emulsie over, eventueel ook andere dragers. De glasplaat heeft plaatsgeruimd voor de emulsie, voor de film. En uiteindelijk nu heeft de film gewoon plaatsgemaakt voor een sensor die in de camera zit. Maar of daar nu een glasplaat in zit of een film... De basis is hetzelfde. De basis is hetzelfde. Ja. De grote revolutie van de laatste 10, 15 jaar is de algemene digitalisering. Dat is e-mail, dat is internet en... tegenwoordig dan wat het allemaal ook veel sneller maakt, is Twitter, Instagram. Eigenlijk het feit dat alles digitaal wordt, alles gedigitaliseerd is en alles heel nauw met elkaar verbonden is en dat alles eigenlijk heel snel uitwisselbaar is. Dus ik maak nu een foto en ik kan die binnen de 30 seconden de wereld insturen en tot in China kan men die beelden gaan bekijken en verder doorsturen en gaan liken en commentaar aangeven. En eigenlijk is dat de grote revolutie
Ja, ik heb dan ook wel oneerbiedig gezegd dat het vroeger meer kunst was dan nu. Eigenlijk is dat ook niet waar, want uiteindelijk moet je nog altijd dat schrijven met licht. En, ja, absoluut. Moet je nog altijd kunnen verwezenlijken. Is het nu de basis van 120 jaar geleden als nu met digitale camera's? In de eerste plaats nog altijd kijken. En nog belangrijker, ook zien, want je kan kijken zonder te zien. En het belangrijkste is van te zien en van daar dan ook iets creatiefs mee aan te vangen. Ja, ik ga daarop in. Blijft het dan kunst? Dat impliceert voor mij nog altijd een beetje dat het ook weer een eigenzinnige kijk is op iets. Dat wat is goed, wat is slecht, deels subjectief is. Of gaan jullie als echte mensen van het vak in eerste instantie een beoordeling doen van de basis van de fotografie moet er zijn vooraleer je het kunt overstijgen tot kunst? De basis moet er uiteraard zijn zoals een schilder zijn vak moet beheersen. Hij moet zijn drager kennen, hij moet zijn penselen kennen, hij moet zijn verf kennen. Alvorens hij een idee kan overbrengen op doek of op gelijk welk medium dan ook. Natuurlijk, wij zitten hoofdzakelijk in industriële fotografie, publicitaire fotografie. En het woord kunst daarin vermengen is, ja, ik vind dat een beetje moeilijk. Mm-hmm. Het is uiteraard een moeilijke materie als je iets gaat beoordelen of het al of niet kunst is. Het is eigenlijk in de eerste plaats een ambacht. Natuurlijk, Erik Laret had het daarnet over pakweg 120 jaar geleden, was het hoofdzakelijk chemie en was het eigenlijk nog veel meer een ambacht. Ik heb gelukkig nog die tijd voor een stuk meegemaakt. Ik heb ook nog in de donkere kamer nachten doorgebracht en dan de donkere kamer verlaten met als ik, laat me maar zeggen, stinkende vingers. Maar dat was eigenlijk fantastisch gebeuren, zo het werken in de donkere kamer, die foto's zien verschijnen. Het is natuurlijk wel verdwenen, maar het heeft plaatsgemaakt voor zoveel andere zaken, zoals de interactiviteit en de manier waarop dat je beelden tegenwoordig kan gaan delen. Maar het blijft voor mij in de eerste plaats een ambacht, echt een vak. Ja. Dat je in de vingers moet krijgen door heel vaak veel mee bezig te zijn. Je hebt het al aangehaald, Studio Klaarhout heeft ook wel een bocht gemaakt vanuit de basic fotografie naar nu toch een meer industriële fotografie die erbij komt. Het is ook uitgebreid, want met hoeveel mensen werken jullie daar in Studio Klaarhout? Wij vandaag ongeveer met een 40-tal mensen werken binnen het communicatiehuis. De studio is daar maar een klein deeltje van. Dus in de studio zitten we ongeveer met 2-3 mensen. Een beetje afhankelijk ook van het werkvolume. Maar in het, dus de core business is eigenlijk het communicatiebureau? Ja, dat is eigenlijk, zo is het eigenlijk geëvolueerd. Pieter Klaarhout, dus zoon van Erik Klaarhout, zoals ik daarnet zei, is ongeveer 30 jaar geleden, denk ik. 25, 30 jaar geleden. 82. In 82, dus 30 jaar geleden. Iets meer dan 30 jaar geleden. Gestart met publiciteit, heeft eigenlijk ook een aantal jaar gefotografeerd, heeft zich dan hoofdzakelijk bezig gehouden met publiciteit, eerst voor eigenlijk is Erik Klaarhout ook al begonnen met publiciteit ik wou daar toch even op ingaan. Heeft dit geen generatieconflict teweeggebracht tussen vader die toch uit het nest kwam van de basis echte fotografie, portretfotografie, en dan een zoon die een bocht maakt en zegt, ja, we gaan het meer naar de communicatie brengen en zo. Is dit, of hebben jullie daar heel veel overlegd van, we moeten in die richting gaan, dit is de toekomst, de basis, die pakken we wel mee van de fotografie, we breiden dit uit. Hoe zijn jullie daaruit geraakt als vader en zoon? Dat is tamelijk vlot verlopen. Op een bepaald ogenblik was de fotografie bij mij persoonlijk zeer, zeer druk geworden. Vooral dat sinds Expo 58... de publiciteitsfotografie enorm was toegenomen. Ik had aangevoeld, door het feit dat ik werkte voor meerdere publiciteitsbureaus,
hoe de zaak in elkaar zat. Voordien had ik ook les gevolgd op conservatorium, waar ik in 1954 laureaat werd voordrachtkunst, waar ik onder andere 4 jaar bewegingsleer heb gevolgd bij Lea Daan, bewegingsdanspedagoge, leerlingen van Rudolf von Laban, de maker van het bewegingsschrift. En die dame heeft mij feitelijk geleerd hoe men de 3 dimensies kan leren ontdekken. De taak van de fotograaf, volgens mij, toen was ook 3 dimensies vertalen naar de 2 dimensies, het vlak. En die dame heeft me dat bijgebracht. Schitterend. Aansluitend heb ik dat dan verwezenlijkt, vertaald in mijn panelen, kunstpanelen, waarmee ik individueel toch een 15-tal individuele tentoonstellingen heb gehad, verspreid over het hele land. We kunnen verder lopen hoor. Ik ben 31 jaar lesgever geweest aan het Ritz in Brussel. Ik was er de 2e lesgever met een paar voorname studenten van toen ter tijd, die nu ook Ritz op pensioengerechtigde leeftijd gekomen zijn. Dacht ik toch. Ik denk aan Stijn Konings, Karl Uybrechts, Erik Valooy, Jo de Galibe, Paul Jammers, Dominique de Ridderen, Pierre Drouot, Suske Lindries en loop zomaar verder voor Roel van Bambost. En zoon hebben allebei les gekregen van mij. Ongelooflijk. En gaan ze maar verder door. We moeten nog iets zeggen over de tentoonstelling zelf, want dat was jouw verantwoordelijkheid. Ja, je hebt het helemaal opgebouwd, ik heb het gezien. Als je er gaat, ben je zoet voor een paar uurtjes, als je het echt grondig wilt bekijken. Dat was ook wel de bedoeling. Maar hoe heb je het opgebouwd, even voor de luisteraars, dit meegeven? Het moet ongeveer 6 maanden geleden zijn dat ik bij Pieter Klaert op het matje werd geroepen. En dat hij toen zei van, ja, we gaan een tentoonstelling organiseren in Deinzen en jij wordt curator. En ja, dat was een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders. En eerlijk gezegd ben ik er niet in geslaagd. Althans, niet zonder de hulp van, in de eerste plaats, Erik Klaert. Vooral met zijn fenomenaal geheugen. Want ik moest eigenlijk worstelen door ongeveer 150 meter archief. En dat was niet zo evident. Maar hij heeft mij daar uiteraard zeer goed in begeleid. Maar ook Pieter Klaert samen met onze art director Hervé van Lerbergen. Die het geheel eigenlijk hebben vormgegeven. Ik heb hoofdzakelijk inhoudelijk de tentoonstelling samengesteld. En zij hebben dat vormgegeven. En uiteraard ook met de steun van het Museum van Deins en de Leijenstreek. Ik denk aan mevrouw Truijgalle en Wim Lamartijn. En al de andere medewerkers van het museum. En ik vergeet zonder twijfel ook nog een paar mensen. Waarvoor mijn excuses. Maar ja, het is toch wel een hele opdracht geweest. Omdat dat archief is gigantisch. En het was de bedoeling om daar toch een beetje een representatieve tentoonstelling te maken, die in de eerste plaats de ganse geschiedenis vertelt van de studio, van de fotografie binnen de familie Klaarhout en Speekaert. Maar het moest uiteraard ook boeiend blijven voor de bezoeker. En eigenlijk is dat een beetje mijn leidraad geweest, van ik moet proberen mij een beetje afstand te nemen en hoe ga ik als bezoeker rond in die tentoonstelling en wat zou mij boeien, wat is leuk om naar te kijken. En dan in de eerste plaats als Deinzenaar, want uiteraard was dat toch ook wel een heel belangrijk item, omdat de tentoonstelling in Deinzen wordt georganiseerd. En omdat de geschiedenis van Studio Klaarhout teruggaat of zijn oorsprong vindt in Deinzen. Dus dat waren eigenlijk een beetje de twee elementen die voor mij heel belangrijk waren. Eén, het moet interessant zijn voor in de eerste plaats voor de Deinzenaar. Maar in uitbreiding eigenlijk interessant voor de bezoeker. Het moet leuk blijven om naar te kijken. Je kan heel veel tentoonfoto's gaan ophangen. Maar het kan heel snel saai worden, hoe goed dat de foto's ook mogen zijn. Dus we hebben geprobeerd van er echt iets leuks van te maken. Dus je hebt enerzijds echt de fototentoonstelling met centraal. Je mag wel zeggen de installatie van Erik Klaarhout met zijn fictieve fototento 101
met een eigenzinnige selectie van 101 foto's van zijn vrijwerk. Dan bovenaan, rondom in de koepelzaal, heb je dan een overzicht van de fotografie van Henri Speekaert, Gustave Klaarhout en Abel Klaarhout. Een beetje de meest opmerkelijke foto's. En wat ik eigenlijk het leukste vind, is de vergaderzaal, waar je eigenlijk een beetje een historische wandeling maakt doorheen de geschiedenis, aha, uiteraard van Studio Klaarhout, maar eigenlijk ook een beetje de geschiedenis van de fotografie. Studio Klaarhout, de geschiedenis van Studio Klaarhout is behelst ongeveer 120 jaar. De fotografie is niet zoveel ouder. Dus als je de geschiedenis van Studio Klaarhout bekijkt, dan heb je eigenlijk al een heel groot stuk van de geschiedenis van de fotografie. Je hebt oude camera's. Het is allemaal te zien. Leuke objecten om naar te kijken. Dus heel fantastisch. En ik moet helaas afronden. Erik Klaarhout, ik denk dat jij best tevreden mag zijn over het werk dat Injas heeft verwezenlijkt. De tentoonstelling zit prachtig in elkaar. Meer dan. Dank je. Ik heb jouw uitleg horen geven en het enthousiasme heeft mij ook bekoord, ongelooflijk. Ik moet jou fantastisch bedanken. Ik wens jou nog een heel lang leven. Veel vol fotografie. Injas Manuit, ook heel hartelijk bedankt om hier bij te zijn. En ik ben van overtuigd dat de familie Klaarhout zeker en vast de opvolging krijgt, want we worden hier van alle kanten gefotografeerd door jouw kleinzoon die hier al actief aan het werk is. Het zit erin, het gaat er niet meer uit. Het zit in het bloed, het fotograferen. Hartelijk bedankt nog eens voor jouw komst hier en heel veel succes. Bedankt, nog een fijne zondag. Dank u wel. Up to date. Iedere zondag van 10 tot 12. Up to date met Peter, Roland en Claudia.